Ik heb zelf altijd vastgezeten in mijn hoofd. En ik gun mijn klanten om naar hun gevoel te gaan. Om te gaan ondernemen vanuit intuïtie. Om beslissingen te nemen vanuit gevoel. Want we hebben allemaal oude patronen ontwikkeld door dingen die we hebben meegemaakt in het leven. En je kunt dat veranderen. Als je een nieuw patroon aanlegt, naast dat oude patroon, kun je ervoor zorgen dat dat nieuwe patroon het oude patroon overneemt. Wat ik eigenlijk dagelijks doe, is ik start de dag als de kinderen naar school zijn, dan kan ik rustig gaan zitten. En ik doe een korte meditatie van een kwartier, waarin ik weer helemaal naar mijn gevoel ga. En ik lees een stuk uit een boek. Op dit moment ben ik bezig met Een Cursus in Wonderen. Ik weet niet of je hem kent. Het is Gabrielle Bernstein, een van mijn grote inspiratiebronnen in Amerika, waar ik ook een training heb gevolgd. Die baseert ook haar kennis op het boek Een Cursus in Wonderen. Het is geen boek voor een gemiddelde. Het is een extreem moeilijk boek, maar daar staan allemaal lessen in. 365 lessen staan er achterin en die doe ik elke dag één. Niet elke dag lukt me niet, dus ik ben er waarschijnlijk 1,5 of 2 jaar mee bezig, maar maakt niet uit. Ik doe meerdere keren op een dag, geef mijn computer een seintje, mezelf voelen. En daarmee bedoel ik gewoon even een ademhalingsoefening, weer even in je gevoel, uit je hoofd. Dat is wat ik doe en daarbij keer ik dus ook negatieve gedachten met positieve affirmaties. Ik geloof dat als je dagelijks dit soort dingen doet en jezelf in de positiviteit houdt, dat het veel makkelijker is om het voor je te laten werken. Ik zeg altijd, pak eruit wat er voor jou in zit. Niks moet, alles mag, maar het is heel simpel. En degene die jezelf kan veranderen, ben jij. Niemand anders kan het voor je doen. En je kunt alles trainen. Het is een spier. En hoe vaker je naar de sportschool gaat, hoe sterker die spier wordt. Maar je moet wel naar de sportschool gaan. En geen excuses. Doen. Dit kan iedereen. Maar je moet het wel doen. Op het moment dat je genoeg rustmomenten in een dag inbouwt, of zorgt dat je wel moet, dan ga je hieraan werken.